En die is doorgegaan. Maar kijk, hoezo? Wijn heeft niet meer zo snel een computer. We gaan die lijntjes even stormen met de spectator. Oh, ik ben als eerste geladen. Ik moet hem nog een keer opnieuw opstarten. Wil Storm ook meedoen? Anders staan we weer. Is goed. Nee, je hoeft niet opnieuw op te starten. Nee, dat is het niet. Super nee, we zitten in de map. Ja, maar daar zaten we net ook. Ik ga hem nog een keer. Net zaten we toch alleen game. Wie is prijs? Storm komt een. Oké. I'm very sorry. Oh, we kunnen allemaal miskiezen. Oh, doe allemaal. Deze test in map 1. Dat is piano. Dennis eruit. Ja! Hier, nu hebben we 3 aan de ene kant en hopelijk 3 ook aan de andere maar kant. Maar we hadden net meer mensen, toch? Nee, het is nu wel echt meer. Nu Storm is, zit er nog niet in. Is er nog een half uur wachten? Wacht even een paar seconden. Storm en Sasha zijn in de game. Oh, ja. We moeten nog een slot selecteren. Storm zit er nu in. Oké, daar gaan we weer. Hoe kunnen wij nog maar met 5 man zijn? Maakt niet uit, je komt toch wel bij elkaar. Ja, je kan ook nog selecteren met... Join team dinges. Oh, dan heb je dat team dinges erin zitten dan met u. Ja, Ace heeft dat. Oh. Ace heeft dat. Gewoon op de Windows of ik check tegen het heb joh. Hey, doe zo. Ja, dat heb ik tegenwoordig. Zou je hetzelfde zeggen bij EU Tactical Warfare dan maar. Zal ik jou eens even check tegen het? Nee, ligt niet zoals Warfare, nee. Ah, oké. Okay. Even check. Wie is Luke Haiti? Lucky Haiti. Oh, Lucky. Nee, Lucky YouTube. Gewoon lekker zijn, heet hij. Nee, er worden strepen gezet. Ah, ja, nog geen. Is het plan wat we toen straks hadden? Yes. Dat kunnen iedereen klaar voor nu? Ja, dat is drop hem maar door. Main supply break. Main. We hebben nou 2 mensen. We hebben Grasmat en Lorio die verneukt nog steeds. Heb ik trouwens voor armor aan, joh. Ja, dat zijn gewoon no-shows. Je kan ik. No-shows. Ik ben het nu ook wel zat, inderdaad. Jij bent het zat, dude. Ik sta hier midden van de dingen. Maar Grasmat is er al, toch? Zit je op long range? Ik heb een Grasmat is er al lang, joh. Ja. Radio check long range, channel 1. Nee, ik weet niet. Nee. Overwinning. Waarschijnlijk wil je de radiofrequenties ingestellen bij iedereen. Ik ga even nog meer bandages pakken en zo, want dat kan ik niet genoeg. Ja, dat weet ik ook wel zeker. Oordopjes. Pak oordopjes, jongens. Oordopjes, ja, inderdaad. Maar dan pakken we gewoon 71, oké? Okay? Ik neem gewoon een spare barrel mee voor mijn gewone wapen. Fucking logisch. Waar zit hier de enterknop? Even wat witte rook, want het enige wat werkt tegen AI. Ja, wacht, ik ben hem op. Ik probeer. Dat klonk heel sarcastisch. Nee, het is echt waar. White en yellow hide your fellow. Red, purple en green make your fellow seen. Dat is geen grapje, het is echt iets wat al langer speelt in arme community. Ik probeer even de dingen goed te zetten. Doe je even, heb ik een MG aan mijn kant? Iemand gaat iemand een MG nemen bij in ieder geval groep nummer 1? Even Maglite en earplugs, hoppa. Hoi, ik ben de Chinese. Radio check long range channel 71. Chinese. Ook geen suppressor, mooi. Even kijken, jij bent Nimster, jij bent 2-1. Ja. Ik ben Romeo en Storm is 1-1. Pak geen weinig magazijnen. Okay. Lekker dan. 5 magazijntjes, hotsflots. 6 magazijntjes. Jeetje mine man, ik weeg 500 kilo hier. Vet zo, afvallen jongen. Hoeveel zal ik wel niet weten, wegen met mijn... Ik kan niks pakken jongens. Nee, je bent ook veel te dik. Niet in Arsenal en niet... Ja. Is onze VTL man, wie moet wij luisteren? Zit je bij mijn squad nou? Is dit in, gewoon waar ik ingedeeld was op Teamspeak? Of op volgen? Tas, want je bent je tas verloren. Zelf een tas. Oh god, ik heb een 0 stamina, jongen. Hey, wat is nou de belangrijkste bandage? Is dat die packing bandage, de bandage elastic, of dat zijn die cut earplugs. Of de je zit basic... gewoon in de gewone inventory, Brian. Is 43 kilo te doen? Hey, is de basic shield dressing de belangrijkste? Ik heb al... Oh my god, zorg even dat je. Als je quicklots hebt, moet je quicklots pakken. Want die zijn voor large wounds. Even kijken, heb je packing. No entry, config, sieve, heb een tent aan. Ja, dat is los. En field is voor medium en elastic is ook voor medium.
Oké. Oeh, waar kan ik een scope pakken? Wacht, een scope. Morfine pennen meenemen. Oh, die IR Kim. Die hoef ik niet. Ik snap daar geen fuckerduk van. Kan ik pakken? Mijn wapen pakken. Oh, hier. Wie heeft MCC aanstaan? Nope. Geen idee. Wat is MCC? Ik heb geen MCC. Ik zie het ook. Mag er zelf niet aanstaan. Ja, ik zag een error. Ah, yes, de banana is weer terug. Oh, ik heb MCC aan staan. Hoor? Why are you no checking of keys? Never. Oh, gast. Waar is Connor? Hoe doe je ook weer? Dane. Yep. Ja, Lorio, te laat. Right. Plotjes denk ik wel weer met deels toetsen. Ik probeer mijn rugzak vol te gooien en het gaat mijn vest in. En in mijn vest zie ik niks. Dat is een nieuwe shit. Ik heb een nieuwe bino nodig. Een vector heb ik nodig. Jullie hebben allemaal zo'n coole patch op je arm. Hij zou bad boy sleep. Ja, dat maar zonde. Heb ik nog iets meenemen voor iemand? Oh, third person, echt waar. Whipstall, wat tel. Neem maar gewoon zoveel mogelijk ammo mee. Yes. Oh yes. Hallelujah, third brothers and sisters. Maar dan kan ik mooi naar mijn eigen swag kijken, constant. Dat wil ik gewoon. Ik ga eventjes hier staan een val van ND. Er is er nou weer een press, fucking press of zo. Wat voor fuck. Ja, ik wil wat gewicht besparen. Oh, wow. Kun je beter al de shit voor je terug te gaan? Ja. Wat heb je voor wapen dan? Ben je sniper, AK? Dat is sick. Pak de AP. Pak de AP, die sterk. One shot kill. One shot one kill. Wacht, maar waarom heb jij mijn kistje nog? En waar is je rugzak? Maar ik heb geen rugzak nodig. God, ik zit er ook bij. Kijk deze carry-on dan. Dat is één keer op de kwart. Oh, nice. Die MR-shim is wel anders dan de één keer op de quad. Oh, jullie zijn met z'n vijf. Ja, die kan eventueel bij mij op de quad dan. Met hij mag zelf ook een quad pakken. Je moet ARCO of RCO hebben. Laat hem zelf een quad pakken. Stel dat onderweg iets kapot gaat, dan kunnen we niet meer nog mensen voeren. Maar zou ik niet jou dan op de nee, dat niet. Even een andere vraag. Op welke radiofrequentie zitten groep 1 en groep 2? Channel 1 is voor 1.1 en channel 2 is voor 2.1. Ik heb er geen frequentie aan toegewezen. Ja. Ik weet niet wat ze standaard zijn. Ik kan je adviseren om dat nu gewoon zorgen dat het afgehandeld is bij iedereen. Anders, waarschijnlijk wat je nu al hebt is dat de helft elkaar niet kan verstaan namelijk. Ik doe even een WD6 met... Ja, tappen. Stop met tappen. Ik heb niet echt... Oh god, we hebben dit ding, ja. Groepscommandanten, ik heb de frequenties erbij gezet voor de radio's voor jullie secties. Oh, welk kanaal zitten we eigenlijk? Ik zit op 2. Neem stuk, hoor je whistle of deze radio te veranderen. Op hoor, ja. Ja, dat ik. Ja, welk kanaal zitten wij? Wat is dit voor CBA mismatch? Ja, dat is. Van wie is dat? Van mij? Ik kan niet, ik zie CBA mismatch aan het scherm. Ik zit wel op. Ja, ik ook, maar. Moet jij op channel 1 zitten? Version 1.1? Ja, iemand heeft gewoon iets niet geüpdate. Ja, die staat gewoon, dat gewoon standaard. Zal moeten komen. Ja. Hey, Deen, wat is nou frequency? Want ik heb hier. Kijk, druk even een numpad 2 in whistle. Dan staat hier als goed frequentie 2.0. Frequentie 15 kan ik niet selecteren. Met, nee, frequentie 2 moet je hebben. Nee, kanaal 2, frequentie 204.1 over de short range. Oh, sorry, ik heb gewoon een frequentie toegewezen. Ja, ik zat te kijken op de kamer en ik dacht, hè? Ik hoor wissel. Yes. Nu snap ik hem. Kijk, ik hoor bij wissel, dat weet ik wel. Gewoon één gas. Oké, okay, groepscommandant, we gaan mounten en vertrekken. Maar zet eventjes dan die channels op de kaart, want die heb wat ik zijn nu. Ze, Sas, weet je zo? Ja, kan ik zo geven, moment. Moment hoor. 493.8. Volgens de website. Welke is dat? Ik gooi het wel even erop hoor. Oh, check. 493.8. Yes, ik ga het verregelen. Jongens, 204.1. Channel 2, channel 1 heb ik inderdaad. Done. En het 4. Ja, het is gewoon, hoe heet het? Numpad 1 en 2 indrukken, dan heb je ze. Ja, ik had een channel 2 dus al. Radio check. Yes, Lendo.
Oké, order of march is 1.1 voorop, 2.1 erachteraan en Romeo achterop. Mm-hmm. Fennet is sowieso al de hele bende aan het mindjes, ik moet echt nog wennen jongen. Ik moet het zelfs nog uitvinden hoe je ook weer kan zien. Oh, show names, left control. Dat is een raar hè? Oh, wat? Hoe doe je dat? Left control. Ja, doet het niet eens. Ja, moet je aanzetten. ISS? Moet je aanzetten, Ros. Dit is ook de Order of Mars die we gaan gebruiken. Dat heb ik ook wel gedaan. Wow, ik dat is een ik zie heel wat features die je niet aangezet hebt. Oh, kijk, deze is wel goed. Ja. Wissel, kijk eens even op de kaart. Ja. Als het goed is, zie je Camp Tempest en dat gele bolletje. Ja. Wij gaan zo. Ja, ik heb gewoon niet alle modules erin gezet. Ik dacht dat dat niet per se hoefde. Ja, dat moet dus wel. Dat is de nieuwe manier van S3. Oké, okay, ik dacht dat dat altijd gewoon. Ja, helaas. Ik kan ze nog wel vergeten met script. Maar dan zoals ik zei, ik doe dit één keer per week ongeveer. Dus ik. Kappie. Ik was echt vergeten hoe goed deze game van te maken. Ja, maar ik heb wel show names heb ik er wel in gezet. Nou, ik zie geen naam. Ik ook niet. Ik wil nog eventjes één iemand even voor nachecken. Je hebt ook nog een ander feature. Ja, je hebt ook wijzen, dat is echt super handig. Kan je gewoon ergens naartoe wijzen en dan. Is het van, oh ja, daar en daar zie ik iets. En dan krijgt iedereen in zoveel meter een cirkeltje. Ja, dit doet hij wel, Shift ja. T. Dan kan je wel jouw tikken. Ja, maar dat is allemaal een beetje who cares, zeg maar. Dat tikken, dat is niet bijzonder. Ik heb wel eens gedaan, zo'n nachtmissie, dat was zo grappig. Dat we helemaal niks zeiden. Alleen met gebaren en tapshoulder en zo. Channel 5 en dan frequency 8. Ja, op zich heb je er meer aan met Aker, want die alle meer tenminste de vijanden in de omgeving. Ja, doet Taskforce er niet, hè? Nee, Taskforce Radio doet het niet. Daarom zijn we naar Aker aan het kijken op dit moment. Maar hoe kun je ook alweer wijzen en zo? Want ik weet wel de interactie met andere mensen, maar met jezelf. Maar wijzen gaat. Wijzen en Ezel, als je het wil hebben, gaat dus niet echt bijzonder goed. Omdat die optie niet, zeg maar, aangevinkt is. Oké, okay, mounten. Camlight, hoe kan die fucking pitchen? Groepscommandant, instijgen, we gaan vertrekken. Hey, oh, ik weet helemaal niet bij wie ik in het groepje zit en of ik wel eigenlijk de goede shit heb. Nimm het Je hebt de goede shit, maar volgens mij gewoon raar van hem. Welke auto hebben we? Ja, ik ook. Wij instijgen. Want ik ben nou een chinees gesloten. Nimm er welk voertuig, links of rechts? Oké. Links. Zonder kanon, dat is jammer. Links van als je ervoor staat of met je rug naar toe. Dit is verder uit. Ik heb een camera, ik heb een camlight aan het doen. Oké. Ik wilde in, maar. Oh god, voor nee, ik wil niet driver zijn. Ik ga wel rijden, graag met. Yeah. Hallo? Hallo. Doe ik mijn radio ook weer open, jongens? Ctrl P. Ctrl P, dankjewel. Ctrl P. Venna is nu op dit moment volgens mij met zijn radio aan het kleuten. Ja, radio check. Excuses voor het lange gedoe. Heb je nou een camlight aan je? Nou een camlight aan me, ja. Oh, ik zie hem hier. Zitten jullie allemaal, ik zit helemaal niet bij jullie in het team. Is dit nou voor Rij je dan niet de verkeerde auto? Ik heb scheid aan, dan moeten ze maar duidelijker zijn. Ah, joh, maakt niet uit. We regenen het wel eens op de grond. Ik ga even wat drinken maken in de tussentijd. Dat. Waarom third person? Why? En ik heb nu ook een balaclava op mijn gezicht. Voor iedereen die wil weten of ik een geest of een VTL ben, ik heb een balaclava op met een grote bril op. Ik zie er super lekker uit, jongens. Holy fuck. Wat is het plan? Ik weet het niet. Volgens mij zit ik ook in de verkeerde auto. Oh
Oh, je moet even de server locken, anders krijgen allemaal mensen die joinen. Ik weet niet of iemand wissel kan contacten, maar de server moet even gelokt worden. Storm? Yes. Oh, wacht, jij bent niet wissel. Nee, ik ben niet wissel, ik ben Quills. Klinkt ik zo erg als... Oh, wacht, je bent niet Storm. Nee, hè? Ja, iemand roept Radio Check Storm en ik zo... Ja, wacht, het was Storm dus zelf niet. Op een andere channel, hè, jij. Ja. Starten! Ja, maar ik weet niet of ik daar naartoe moet rijden of wat. Ik hoor helemaal niemand wat zeggen van ga drijven. Benna. Yes. Ik ben hier ook. Je moet in de andere. Excuses. Je moet er hier van bij. Ik ga mijn geluid wat harder doen hoor. Ondertussen 70 km per uur, 80 bijna. Dat worden lekkere injuries. Hij geeft mooi gas vooraan, ik had de eerste los, maar... Heb je wel genoeg afstand? Het gaat niet om de afstand. Tering, Luigi. Ja, sorry. Kun je even voice activation misschien uitzetten? Ja, dat kan. Hoi. Mooi. Zo fijn zijn als je het doet. En dan moet ik een knop vinden die wel super Alt. Is. Ja, oh god. En al die jeep, al die quadbikes nog achter ons aan, want ik zie ze nergens achter ons. Geen idee. Komen die de eerste keer dat ik rem vol op mijn rug in? Ja, de quads zijn achter ons. Oh ja, ik zie hem.
Het is een mooie plek om voertuigen te droppen. Het is alleen jammer dat we kleine 15 meter ten noorden van zijn. Die gaat omdraaien. Well, that's it, Luigi. Hello, ik ga je vermuten. Dank je. Check. Onthoud dat hoofd maar van mij, oké? Equipment, what the fuck? Ja, zelf dinges, dan equipment, dan detach, edge. Oh, dat is kut. Heb je hem in je inventory zitten? Hey, Gras, kun jij onze namen zien ofzo? Oké, wij ook niet. Oké, mooi. Ja. Roger. Yes. Yes. Rick Front, daarna Gras, daarna Nate, ik en Spor als laatst. Twee, bij de kwartbezamen. Lopen maar, frontman, lopen maar. Dat is Gras, dat is Rick. Deze Order of March? Oh, dat ga je nu zeker uitleggen. Niet, oké. Gewoon een lijntje lopen, jongens. Roger. De laatste man. De voertuigen gemarkt. Staan de kaarten hier parkeren. Roger. Alleen zijn we niet op die plek geparkeerd. Nee, wat ga je inhalen, G? Wie loopt er voor mij? Ben jij dat Whistle? Ja. Druk even C in, je bent super traag. Hè? Dank je. Ik heb 40 kilo bij me. Ja, ik ook. Dus? Oh, misschien had je geen wapen van de vijand mee moeten nemen. Het is misschien wat verwarrend. Wat zeg je? Misschien had je geen wapen van de vijand mee moeten nemen. Het is misschien iets wat verwarrend soms. Ik heb toch geen wapen van de vijand? Je bedoelt die RPG 32. Oh ja, dat wel. Ja, dus. Maar dat is gewoon meer om jou te pesten. Right. Oh god, dus, even halt verspezing. Ga dan maar doorlopen, Luigi. Die heb je wel nodig. Die heb je zeker wel nodig. Moeten we dan niet even door het dalletje heen hier, hoor? We're just following orders. Yes, sir.
een beetje ademhappen hier. Storm, sorry, 1.1 hier Romeo. Breng hem maar terug naar wandelsnelheid, hoor. Als we vuur contact krijgen, dan hebben ze ook zo'n de Sjaak te richten. Ja, precies. Of net zo lang C en blijven rossen totdat het werkt. Ja. Ja, ik ben wel blij dat er in ieder geval nu in-engine support is daarvoor. Ja, ik zou wel de fatigue een beetje snel. Ja. Ben je van de snelheid? Ik vond, hoe heet het, bij AGM kon je dat nog gewoon, was het beter geregeld. Ja, op zich. Klopt. Do. Wow. Ik heb mijn dagger erbij gehaald. We gaan 5.2 kilometer per uur. Oh, fuck je. Yeah. Dead walking speed. Dead speed. Ja, ik ben er weer bij, want... Ik had wel verwacht dat we mensen nu alweer 4 keer in contact daar gekomen. Zal je het net zien. Weet de explosive specialist hoe je niet hoe je explosives doet en ace. Luigi zegt dat je zus moet stoppen met hoesten. Gewoon Luigi muten, dan heb je alle vrede in de wereld. Ineens wordt het spel een stuk draagzamer. Heel gek. Niks persoonlijks hoor. Ja, Romeo zendt. Whistle? Yes sir. Waarom, heb je een, waarom pak je je pistool, die, jongen? Oversteken 1.1 ligt in positie. Waarom dekker? Pakt hij je pistool? Whistle, zeg even tegen hem dat ik dat ben. 2, 2, dat
gaan naar de overtaken terwijl het echt een tekening heeft. Go. Ja, ik ben al halverwege. Ik ben al halverwege de trap. Ja. 1.1 Romeo, als 2.1 gekost is, kom je daar aansluiten. Ik ben nu bij de koelkast. Ik denk die zelfs gedaan als je gaat kijken. Nu weer halfweg. Ik neem maar een positie in. Je moet toch oversteken, of niet? Ik moet niet helemaal verstaan. Nee, ik ook niet. Wat zei je, sorry? Yes, set. Yep, Roger. Ja, dat ben ik. Zet hem maar gewoon door in single file. Volg maar gewoon de weg in de begroeiing. Ik heb inmiddels puntjes gezet. Dan hebben jullie een nieuw lead en dan sluit 1.1 achteraan bij jullie. Oké, Roger 2.1 die zal lead nemen en dan kunnen jullie aansluiten. Pak hem maar op een single file. Dan maar, we gaan verder. In all of... Oeh. Zeg. Halt houden jongens. Wissel. Dank je. Hij probeert hem gewoon een bal te snel uit te pakken. Ze loopt te snel. Ik kan jou vinden. Te snel. Wat ik pak hem van op mijn liepen nog niet. Jij neemt het of niet? Ja. Oh, rustig aan lopen. Oh, is iedereen mij aan het inhalen? Ik snap het niet. Ik ben nog laatste man van groep 2, of niet? Nee, ik niet. Ja, ik wel. Ja. Dan ben jij groep 1 of 2? 2, ik groep 2. 2, oké, okay, dan loop je voor mij. Ja. Dan zijn we fucked. Even denk hoor. Voor rechts, links, rechts, links. Voor WhatsApp. Hey, wanneer gaan we die Vietnam-missie opnieuw doen? Huh? Oh, we hebben laatst bij 16 de hele Vietnam-campaign gedaan, jongen. Wat was dat kut, zeg. Jezus. Hoe dat zo? Laat me raar, het was Alpha. Ja, wij hebben laatst ook een keer gedaan. Toen moesten we... Ja, maar geen communicatie. Anderhalf uur lopen en toen werden we doodgeschoten. Loop jij nou voorop, Nietzsche? Ja, je moet echt je gras uitzetten en alles, want anders zie je gewoon maar, echt... Maar zij kan niet voorop lopen, dat is niet slimmer. Als jij wat uitgeschakeld, dan zitten we. Nou, zo. Nou, die Vietnamezen zijn erin getraind, hè? Die hebben spleetogen. Die kunnen door bladeren heen kijken. Je hoort die pleien, hoor. Dat pleien Walhack. Mannetje, jongen. Je hoort hem schreeuwen in zijn pak kamer. Pak iets meer ruimte. Yes. Hij is... Hey, loempia's zijn gewoon goeie. Het is wel lekker, hoor. Die Vietnamese loempia's van de markt. Oké, gasten... De Vietnamese loempia's van de markt. Oh, halt. Contact even zien. Oké, ik heb een sighting. Rechtwest. Op onze noordwest-ish distance far. Enemy infantry. Ze bewegen er van links naar rechts. Ja, ik krijg niks over mijn radiotoren. Dat is even ik hetzelfde hoor. Ik loop ik stel door dat jullie verder gaan en dan in Arrowhead 2.1 voorop. Graf, en dan 1.1 is een bepaalde achteraan. En dan staan op de kaart. En hou die Arrowhead zit in op channel 2. Geen zicht op. Kijk recht, 300 richting kerk. Dan moet je naar links in de bosjes zie je contact te staan. 2, Arrowhead, op mij. Oké, shit, man. Hoe wou je dat nu scoren? Storm. Yep, wreck. Hoe wil je dat doen met die Arrowhead? We gaan met hun mee of? Blijf maar laag bij de pomp. Roger. Want ja, fuck fatigue. Dat is een hele lauwe Arrowhead. Ja, nou, het is ook niet dat we elke week spelen met elkaar natuurlijk, hè? Nou, oh, oké, sorry. Ik ben bij deze deadline. Ja. Ja, nee, we halen op de voordeling hier, hè? Nee, nog niet. Ik ook hier.
Heromius. Goed liggen. Au. Air package. Wow. Begrijp ik, kom naartoe. Groep is achter de heuvel verdwenen. Welke kant op? Westelijk. 300 graden. Op de weg liepen ze net. Zuidwest. Oké, okay, waar is... achter de weg langs. Nimster? Links voor bij een bosje. Nimster? Links voor bij een bosje. Ja, ik ben hier. Je loopt daar verder. Kijk richting 290, 285 op de ridge. 285 op de ridge, Nimster. Mijn mannetje kan niet al zitten. Die patrouille die zag ik net daar op noordwest lopen. Ja? Bij Doklers gebruiken. We zijn al achteruit. Nimster rechterwest, 285. Ik moet heel veel stellingen nemen. Dit in de rotsformatie in het westen. Dan stuur ik 1-1 vooruit. Nimster, heb je me gehoord? Die rotsen daar. Op het westen. Skylining enemy 280 graden, 500 meter ver weg. Oké. Die kal ik net al 5 keer in, maar blijkbaar luistert niemand. In het westen zie je een paar rotsjes. Ik ben daar dek. Even kijken. Dan pakken wij hier en dan gaat er één straks bewegen. Vijand is gesproken. Daar stukje naar het weg, er zijn een paar randjes aan. We blijven doorlopen volgens een bepaalde route richting het westen. En die we contact krijgen zal 2-1 jullie Nieuwstein te zien. Schoten alleen. We zijn onder uur. Geen zicht op. Oh ja, zo ken ik de AI weer. Lekker sniperig. Daar ging Whistle. Ja, dat zit er niet bij die... Is iemand geraakt? Nog één. Ja, Whistle dacht ik. Whistle? Yes. Ben je geraakt? No, helemaal niet. Okay. Ik heb ze allemaal afzitten, uitzitten schakelen. Ik ga even linksboven checken of dat ze... Roger. Ik hou die convoy in de gaten. Meerdere contacts op de weg, op 300 graden, over. Tango down. Oké. Blijf gewoon dekken. Scan de horizon. Vijand gespot heel ver op 310. Oké, Nimster, ik heb 1.1 vooruit gestuurd richting die vijand. Ja, ik zie hem ook nu. Ja, vijand gezien, ver achterin. En het moment dat dat veilig is, wil ik dat jullie... Die kerkjes is dat toch? Ook die kant op gaan. Wacht even. Ja, het dat is echt al over een kilometer afstand. Dat is voor ons niet relevant. Dat is bij Communication Site 2 is dat. Nee. Oké, ik wil dat jullie dadelijk bij dat hekwerk een stuk optrekken. Even zorgen dat jullie daar een positie in kunnen richten. Dan kan 2-1 bij jullie bijtrekken ook. Wow. Teleporteren in één keer die godsoft. Ik ben makkelijk klaar om te bewegen. Ik ga straks naar het Noord-Noordwesten. Hebben jullie nog ergens contacten waargenomen, Nimster? Jawel, ongeveer 1 kilometer bij de communicatiecenter. 2. Ja, 2-3 man. Hebben jullie toevallig ook eyes on the compound op dit moment vanaf hier of niet? Beperkt. Hoe ziet dat eruit? Daar is het ook, compound met het Ik zie een truck, maar dat is ook het enige wat ik zie op dit moment. Oké, ik ga eventjes iets anders bedenken. Ik zie daar een panzervoertuig volgens mij staan.
We zijn terug. Ga links. Ik heb het gezien. Achter het compound. Ho, contact. Oké, begrepen, hebben we long range AT daarvoor? Wij worden beschoten, jongens. Ja, waar vandaan? Ja, dan moeten we even kijken. Ik hoor wel die MX'en, maar... Ja. Nee. Hier 1 punt, Romeo 1.1 over. Oh, we worden volgens mij geflankt. Achter de compound kijk, die we 3, moeten 2, aanvallen 0. Zo meteen, hebben we een IFRIT misschien rijden. Dus watch out over. Waar moet ik kijken? Waar zoek ik? 3-2-0. Ja, ik snap 3-2-0, maar... We zijn volgens mij 1-1 aan het flanken. Oh ja, gezien. Neemster? Yes. Dat zijn de contacten die we even zien. Ik wil dat je even je positie houdt. Ik ga naar 1.1. Even kijken wat de Overwatch daar is. En misschien dat ik jullie vanuit hier direct die compound laat assalten. Yo. Karel, er is een enemy groep vanaf communication set 2 aan het 1.1 aan het flanken. Ja, ik zie die IFRIT ook. Blijf hier even zitten, jongens. Zorg dat die AT geprept is, mocht die IFRIT over de heuvel komen. Roger. 1-1, hier Romeo. Op jullie noordwest ligt een communicatie. Noordwest, afstand circa 500 meter, eenmaal Pax achter de muur verdwenen voor bij de compound. Geen zicht meer op. Copy. Wat is dat voor voertuig wat daar voor in de compound staat waar we heen moeten? Voor de huisje met het blauwe dak. Ik kan het niet zien, het ziet eruit als een truck. Hij heeft echt een tank als je de achterkant ziet. Nee, het heeft een glassen. Ja, dat kan ik niet zo goed zien, maar misschien. Oh ja. Zeer grote patrouille komend vanaf de comms array. 310 graden, 500, nou zeg, 800 meter. Man of 8 zo te zien, over. Twee maal Pax gesignaleerd naar noordwest in het dorp. Sascha, kijk, 310, 500 meter. Referentie. Oh, de IFRIT inderdaad. Oké, waar schiet op? Ja, volgens de tracers. Jezus, daar helemaal. Tweede van links, die leeft nog. Tweede van links. Mag zijn. Als je graag bent even gaan liggen, kom je wel op. 2 meter te hoog. Ja, blijf van liggen. Nog iets, naar beneden. Reload. Dat is uit het zicht van mij. Oké, jij bent wel goed, Luigi. Oh, staat hij weer. Is dat fucking hulk of zo, dat hij? Wat is de fucking afstand van het ding? Neem zo, ja dat? Oh wacht, hij wordt geranged door 1. Hij is neer. Alleen die achter nog niet. Skyline. Oh, hij is 1 keer geraakt. Ja, die ene die aan skyline is, nog Fuck it, daar ga ik mijn munitie niet meer op verspillen. Ja, er mag 1 doen, er zijn dichterbij. Dit is echt ver voorbij onze engagement range, jongen dit. Klopt dat? Kan kloppen. Ja, ik hoor wel schoten, maar... 500 meter was het, bastard. Van boven ons ergens. Ja, van de westen ergens. Zuidwest boven ons. Ja, nee, dat is vanuit het zuidzijde van het dorp richting 1. Ja, maar hier boven ons is ook iets aan het schieten. Ja, maar waarschijnlijk op 1 namelijk. Ja, maar dat is heel dik. Ik bedoel, 1 is nu aan het terugtrekken met smoke, hè. Ik denk dat ze issues hebben. Ik bedoel, het feit dat we geen accuraat vuur hier krijgen, toch een indicatie dat er iets bij 1 aan de hand is. Ja, en we worden van boven ons beschoten. Ja, maar wij hebben geen zicht op die gasten namelijk. Nou, komen ze gewoon van boven ons schieten, jongens. Ja, is wel zeker. Ja, maar wij hebben geen zicht op die gasten. Ze zijn allemaal op één aan het knallen namelijk.
Neem ze misschien permissie vragen om contact aan te gaan, zodat zij wat meer rust hebben om terug te trekken. Zijn die nog steeds... Als D nog leeft tenminste. Met een engagement. Nou ja, we zijn er net klaar met een engagement. Mogelijk ook, denk ik, in het westen, die jullie misschien zien. Ja, je ziet die gasten zuiden van het dorp schieten. Je ziet af en toe gewoon een tracer. Is dus... Op 297 afstand ongeveer een kilometer zie je achter die bosje af en toe een tracer voorbij komen. En dan is je een fucking elke raad ook nog. Hey Whistle. Ja. Welke AI mods heb je erop zitten? Niks, van heel lage settings. RIP player base. Nou, ze worden ook zeker beter vanuit het zuidwesten beschoten hoor. Circa 210 graden, ik zie daar de kogels vandaan schieten. Even een change of plans, jongens. We gaan flankeren. Wie? Ja, ik ga wel voorop. Oké, linie richting zuid-zuidwest. Wat heb jij een kleine wapen zeg? Compact versie ofzo? Dat is niet flanken, daar gaan we op de rechte pas. Zuidwest, oké. Dat is, oké. Linie. Ik ga terug naar het open. Dead World War One Tactics. Ja, correctie, we hebben nog net de paden niet. Ja, precies. Ik mis nog het fluitje bij Nimster. Marceren. Kijk hier. Marceren. Hey, hier. Ja, dat is linie, zuidwest. Ik was er nog steeds van verder links, zou ik zo denken. Ja, ik ook, maar dat kan misschien reflecties aan. Ik doe me geen head-on assault. Ja, we merken het wel als we verkeerd zitten, joh. Ja, maar het klinkt als een MX op for some reason. Hij zit er nog verder naar links, joh, van ons. Klinkt er inderdaad echt naar alsof ze verder links van ons zitten. Ja, ik heb schoten links voor, ik heb geen zicht op. Dat klinkt als een snipey. Ik ben bijna aan het skyline nemen, dus wil je dat we door pushen of dat we in deathlight blijven? Blijf maar in deathlight. Maar kijk wel goed om. Tweemaal Pax gezien, gechilled, 200 meter, 200 graden, 500 meter. Ze gaan nu over de heuvel aan het skylinen. Ik denk niet dat onze schutters zijn. Nee. Dead immersion. Neer. Denk ook gezien, rechts uit rechts. 100 meter.
tijdslijn, 240 graden, 400 meter. Gezien. Man down, man down, man down. Man down. Oh, nu pas blijf je er laag. Oh shit, daarachter. Waar zijn? Vervolg met Trace, er zijn ja, drietal gasten. Hij kan niet over de fucking gas heen kijken. Anders neem je verdekking, pik. Oké, eentje minder. Whistle, Sasha, je moet blijven hier, dekking. De rest, klaar maken om te gaan. Oké, voorwaarts, west. Oh, ik ben geraakt. Ja, de contacts zijn er niet neer, neemster. Oh, zijn ze daar ook nog? Wat is de afstand? Ik heb in ieder geval eentje neer. Ja, wat is de afstand? Ja, waar? Ja, waar je nu op schiet. Je hebt toch een pre-calibrated sight, of niet? Nope. Waar schiet je ermee? Van ergens, joh. Ja, het is pre-calibrated. Ja, maar ik weet niet... Oh shit, ik had nog een trace vanaf. Zie je de 4 en de 6 en de 8? Dat correspondeert met het aantal meters. Ja, weet ik, maar... Ik weet nog niet of er wat contacts dat er gaat op. Op de heuvel, 037, iets is op ons aan het schieten, dat is wel fijn om te weten. In ieder geval de leven is wakker. Komt als 310. Mooi zijn. Oh, dat is vrij accuraat. Fuck deze shit. Ja, ik ben even Luigi aan het bandagen. Hij leeft nog. Ik geef ook alleen maar de optie om te bandagen en niet om de morfine toe te dienen ofzo. Ja, daar heb je een medic voor nodig. Ja, ik ben een medic. Oké dan. I would like to report a bug. Oh, jezus, ik zie de schutter. Volg mijn tracers. I'm hit. Eenmaal schutter gevonden. 270 graden. Afstand ongeveer 600 meter. Hij schiet net over de heuvel. Volg mijn tracers. Oké, ik heb hem wel levend. Help. Wacht, ik pak even bino's erbij, want het... Ja, ik heb alleen bandage nodig. Afstand 500 meter. Ik ga gewoon pissen, ik ben zo nodig. Mag zijn. Is hij down? Geen idee. Volgens mij is hij down. Nee, pot smoke. Hij leeft nog, je ziet hem. Ja, hij leeft nog. Come on, son bitch. Dat vind ik een beetje een nadeel van die MX'en. Echt alles voorbij 200 meter is effectief voor voorbij die engagement range, weet je wel. Oké, hij is nu juist neergaan. Okay. Ik hou nog even oog op hem. Oh, headshot.
is goed voor mijn KD, joh. Nee. Ik zal straks de service tas even opzoeken. Ik heb hier echt niet genoeg munitie voor. Haha, ja, sucker! Ik heb voor de zekerheid weer shitload magazijnen meegenomen, allemaal tracers. Ja, ik heb er 10 meegenomen, maar dat is nog niet genoeg, denk ik. Wat, magazijnen voor 30 of 100? 30. Ja, ik 100. Ik heb niet veel mags meer, inderdaad. Ik zit er niet, hè. Ze gaan ook allemaal aan een keentje vanaf 1000 meter. Control en interact menu. Neem ze, was de bedoeling op deze punt blijven campen of? Nope. Ik weet niet of dat ja of nee was. Waar is de rest dan? Is de rest allemaal dood? Geen idee. Nims, of is dat ja of nee? Want ik ben er nog niet helemaal uit. Is iedereen up? Ik ben up. Misschien moet je een roll call doen. Yes. Ik word zwaar onder vuur genomen vanaf het noordoosten. Sasha? Yes, good to go. 6 magazijnen. Ja, ben je Luc? Luc? Luigi? Ja, maar wel veel tijd. Oké, we gaan weer terug naar... Kan iemand afhelpen? We worden heel zwaar onder vuur genomen vanuit het noordoosten. Ik ga dan hier noordoosten en rennen, alsjeblieft. Richting? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik probeer te kijken over de ridgeline, maar ik zie niks. Ik shift wel een stukje naar links voor jullie. Takies. Het zijn geen takies. Allemaal hetzelfde. Nou, niet echt. Heeft die, kan iemand ze überhaupt zien waar ze zijn? Want ik zie ze niet. Kan iemand even aangeven waar ze zijn? Want ik zie ze niet. Ja, we gaan een stukje naar het westen toe, jongens. Klaarmaken. Oké, go, naar de rechter. Hey ho, vieze Jack. Tandjes. Wauw, we zijn gewoon bijna gerinst, hè? Ja. De rest is bijna allemaal dood, alleen Spectre leeft nog. Haha, echt waar! Vanaf die regel volgens mij zag ik een tracer komen. Oeps. Vanaf 3-10. Dat gaat goed. Ik zag nog wel met de gewonden. Grasmat was killed. Ik denk dat Grasmat dood is. Vijand gezien! Front 300 meter achter de bosjes. Ongeveer bij de tweede huid. Plooi eenmaal paks. 302 graden. Ik zag hem deze kant op rennen. In het midden in die vallei ook. Ja, inderdaad. 8 man. Gezien. Ik ben gewoon suppressive fire aan het geven, hè, dus... Ja, ik ben er. Waar ben je? Liggen. Reload.
Mag zijn. Niet te doen, man, om doodschieten. Dat heb je advanced ballistic aan gezet, zo. User left your channel. User left your channel. User left your channel. We're all that's left, man. Ja, één meteen is volledig uitgeroeid, krijg ik net te horen. Mag zijn. Suppression aan top. Er is nog één gast. Die ik daar zie in ieder geval. Wat de hel. Twee gasten nog overeind. Ja, fuck it. Ik ga gericht schieten. Ik heb geen zin in deze shit. Oké, afstand 650 meter. Het zegt buiten onze engagement range. Zullen we hiermee doorgaan? Of? Gaan we, ja. Kunnen we niet terugtrekken? Terug naar de voertuig want deze missie gaat niet meer lukken zo. En neem ze, you can call it, hè? Ik bedoel, één helft is uitgeschakeld. We kunnen ook zeggen, fuck it, we gaan het niet redden zonder de tweede elementen. Ja, misschien kunnen we nog die depot niet redden. Ja, mijn best. Ja, nou. Ik denk wel dat we het redden met 5 man, komt goed. Totaal niet cynisch bedoeld overigens. Jezus, we begonnen met hoeveel man? 10 of zo? 11, 12? Ja, ik bedoel, ik speel de laatste tijd heel vaak Escape Something, en dus ik kan het wel hebben denk ik. Oké, jongens, wat zeggen jullie? Ik zeg terugtrekken. We gaan heel vlakbij de depot, nog. Dus we gaan twee dingen doen. We gaan hun zijn doodgegaan aan de contacten die wij nog niet eens hebben gezien. Fucking hell. Dat was dichtbij weer. Nee, dat was schot vanuit voor live 700 meter. Wat zeggen jullie jongens? Een poging doen of terugtrekken? Ik zeg terugtrekken. Ik zeg terugtrekken naar de basis. Als dat een avontuur aan zich is, dan wil ik hem wel spelen. Ja. Ik hou wel van die IV dingetjes. Eens. Oké, we gaan terug. Ik gooi eerst even wat rook uit als je neergaat. Oh, dat durf ik niet, want ik ben bang dat ik geen granaat gooi. Ja, dude. Doe je even armen? Ik heb niet meer. Ik heb hier al een half jaar geen armen meer gespeeld. Oké, dat is je vergeef. Ik ben al blij dat ik nog kan lopen. In al mijn wijsheid heb ik al gewoon flink wat rook meegenomen, just in case. Ik denk dat we genoeg rook hebben, Nimser. Zou het genoeg zijn, jongens? Ja, laat het gaan, fuck it. Ik ga wel voorop. Oké, fuck it, voorop, bloemkool, jongen. Vijand voor. Ben ik dat? Nee. Nou. Hij had gewoon een chill sessie tot en dat hij naar ons keek. Oh, dat was inderdaad een vijand. Ik heb front, 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 front. Well, that's an accident waiting to happen. Nog eentje achter de bosjes. Oh, fuck yeah. Long live a basic medic system.
Neem Star. Is Nims nog op? Wie is nog op? Wissel. Yes. Wie heb jij bij jou? Luke? No idea. Denk Luke inderdaad. Luigi? Shit, toen contact dichtbij. Nice shot, mate. Insgelijks. Goed werk, Pik. Niet om het een en ander, maar zullen we echt weggaan hier? We hebben nog één iemand down. En ik ben out of him. We kunnen ze ons lekker omsingelen. Ja, ik wou net zeggen, we moeten gaan bewegen, jongen. Ja, we moeten gewoon echt gaan naar die comms array. Daar heb je gewoon een goed overzicht. Ja, laten we in ieder geval MSR Alpha nu gewoon volgen. Want we zijn nu van ongeveer alles daar zijn we omsingeld. Dus. We need to go. Nimster, ik weet niet wie die twee zijn, maar die kunnen best wel makkelijk zonder ons als ze gewoon neerblijven. Go. Waar gaan we naartoe dan, Nimster? Goed nieuws, door al het verschieten ben ik wel wat lichter geworden. Misschien idee om niet te skylinen? User joined your channel. Sasha? Yo. Waar ben je? Ik was links voor jullie. Ik ben nu de weg aan het rijden. User left your channel. Ik hou wel even hier even halt bij de weg. Oké, hey jongens, we moeten richting het oosten om Sasha te ontmoeten. Eenmaal pak, steek over bij de weg, pas op. Eenmaal pak ze neer. Shit, ze hebben hem op de korrel. Drie uur. Die ene die nu dicht bij de weg loopt. Blijf laag. Shift naar links, 10 meter. Ben je wat lager. Ik zit achter je, Sasha. Oké, mooi. Kom even die ridge over. Moet even die ridge over hier. Is goed, pushing. Whistle. Yes. Rennen. Enemy close. Fuck it, witte rook. Laat ze daar maar erin schieten. 320 graden. Ik kom eerst even die ridge over. Yes, ja. Eens. Ik denk dat we hier wel vrij veilig zijn. Wie hebben we nog over? Nou, iedereen. We zijn allemaal nog... Jesus. Is er iemand nog geraakt of heeft iemand medical attention nodig? I'm okay. Ik heb een brakke been, maar die ga ik nu even oplappen. Oké, Nimster, wat wil je nu doen? Ja, we gaan nou terug. Erik, ik geef er eentje. Oh shit, je hebt geen rugzak zeker? Nimster, de snelste... Hebben we überhaupt met map tools? We hebben geen map tools. We hebben geen eens map tools, why? Nee, Er zit nu eentje in mijn rugzak. Dus... Gewoon, deze weg heb ik niet. Nee, daar komen we bij een roadblock uit. Moet je niet doen.
Ja. We moeten nou direct oost eigenlijk. Oost en dan zuidoost. En dan de bossen in. Nee, alles zeg maar. Jongens, kijk eens even op de kaart. Wij zijn nu hier. Hier hebben we dat vijand, hier hebben we vijand van waarschijnlijk. We kunnen proberen hier te sneaken, maar dan kunnen we geganked worden hier. Maar dan moeten we dit alles is een en al. Ja, dude. Whatever. Dat staat sowieso aan te komen, maar alles hier zeg maar is gewoon vijand praktisch. Waar? Ik zag je gele puntje niet goed. Zeg maar hier zo is ongeveer alleen maar vijand. Daar waar wij vanaf komen heb ik geen vijand gezien, zeg maar. Daar oosten. In het oosten misschien dat er wat vijanden zijn, maar... Ja, weet je wel, weet je wat anders doen? We scouten eerst dit. Als we deze met twee schoten en een granaatje over kunnen nemen, dan walsen we hier gewoon doorheen. Maar ik beschouw maar dit even als... waarschijnlijk weer een keur raffen, in die richting. Ja, of we gaan scouten naar die communication area. Nee, dat is denk ik echt vol bewapend. Hoe dan ook, we moeten snel en agressief reageren en blijven pushen in de tussentijd. En iets heeft ons gevonden in onze rug. Great fun. Is dat die robot daar links, die zandzak? Het zou goed kunnen. Volgens mij wel. Wie... Hier was misschien boven? Dat was Nemster. Oké. Okay. Nee, die staan alweer hier. Waar is die roadblock volgens jou? Daar links, die zandzakken? Rechts. Rechts. Oh wacht, ja, inderdaad links. Links van ons. Gezien. Het zijn twee packs tot nu toe. Als we nu gewoon vuuroverval doen en... Wacht even. Ik ga even een goede positie zoeken. Ja, ik zoek ook goede pas. Ja, Mini. Zorg maar dat je gewoon een goede positie hebt. Iedereen in positie? Ik heb goede positie. Oké, op... Ik heb clearzicht op die linker. Op go, allemaal schoten lossen. Wist en ik blijven achter voor dekkingsvuur, de rest even de roadblock innemen. Zodra die gezekerd is, pushen we door richting het zuiden. Oké, klaarmaken. 3, 2, 1, go. Oké, Wist en ik geven dekkingsvuur, de rest optrekken. Nog één man, hij is uitgeschakeld. Eén man rechts van de toren, één man. Oké, goed teken. We blijven pushen richting het zuiden. We willen naar huis toe. Waar staan de contacten? Rechts van de toren, rechts van de toren. Contact, west 300 en... 13 graden, 2 man op de weg. Out of Emmy. Je neemt positie in bij de roadblock. Roadblock, dekking nemen. Ik ben nu in de toren, ik zal ze uitschakelen. Daarna moeten we echt een push hoor. Ik ga even een wapen van de vijand pakken. Ik ben daar naar. Eén pak ze neer. Ik heb een wapen van de vijand. Nope. Scratch last. Leef nog steeds. Nu is hij neer. Achter. Netjes. Probeer ook even een wapen te pakken hoor. Als we deze weg volgen, dan zijn we sowieso in de bos en dan. Als we gewoon de weg even handrailen aan de noordkant. Fuck, waarom deed die gast nog steeds op? Ja precies, als ze zeggen de weg ten noorden van haar handrail, dan komen we zelf wel. Nu laat hij zijn wapen vallen. Iedereen op, iedereen wapens? Ja, yeah, I'm done. Let's go. Nimster? Luke? Okay, ja. Oké, pushen. Maar wat is dit? Onder de boom! Oké, fuck, rennen. Nimster, Luigi. Oké, zet weg. Luigi. Luigi niet gehoord?
Waar de fuck is Luigi? Kan iemand even heel snel checken op Luigi? Ja, waar was hij dan? Whistle, Luke, even gauw even scannen, zoeken. De rest even in het bosje blijven. Dus Nimster. Ik zie hier nergens een lichaam. Hebben die al tijdens een eerder contact verloren? Ik zag hem nog toen we vlak om de hoek gingen. Maar daarna hebben we contact gehad toen we de roadblock in gingen nemen. Een stukje verder terug misschien bij de weg. Of was hij die berg opgelopen? Richting die contact op 310 die uitgeroepen werden. Komt ik neer? Hey, ik ben weg hier. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Oké, okay, verzamelen op de witte rook. Ik ben even mijn been aan het healen. Ik kan niet rennen. Nimster. Tango 310. Ik zit bij de auto. Lama wissel, we moeten hier weg. Samen op witte rook over. Witte rook is zuid-zuidwest van de roadblock. Dan moeten we gelijk weggaan, want ze komen heel dichtbij. Friendly. Ja, friendly. We moeten echt nog wel gaan. Oké, okay, ja, dat is mooi geweest. Bye. Neem ze erbij ook op. Yes. Oké, okay, niet gehoord. Luigi, rest in pieces. En dat in enkelvoud. Except for Luigi. ik had hem al zachter gezet, dus. User left. Jongens, als we hier even naar links flippen, dan. Oh wacht, zijn we op de heuvel. Kut. Lammer. Het is wel leuk dat ze ons gewoon door bomen kunnen zien. Wie mis ik? Ik tel nu... Oh ja, 4 man. Wie loopt er op de weg, eigenlijk? Luluk. Oh god, die wil geraakt worden. Denk het wel, ja. Ook goed. Ja, ik vind het best wel als je geraakt wil worden, maar... Val mij er dan niet meer lastig. Waarom blijven jullie aan die kant van de ridge? Bomen en rotsen. Ja, maar die contact die ziet je toch wel. Ik push nu richting het zuid-zuid-west. Too much skill voor de AI? Ja, nou, daar was ik eigenlijk al bang voor, dat het sniper AI. Het maakt niet uit wat je doet, Biz heeft altijd sniper AI. Je moet hem echt nerven. Het kan je doen met een live mode. Ik heb de accuracy echt op 0,18 staan ofzo. Ja, maar dan zet ik steeds snipers. Zijn dan snipers. Dude, de accuracy is maar één aspect, hè. Zo'n AI heeft ongeveer 6-7 sliders. Shaking, commanding. Dat ze wel een beetje slim zijn en gaan flanken. Anders is er echt geen reet aan. Dan is het gewoon Nee, maar dat is vanille AI. Het enige wat je echt hoeft te doen is de shaking en de, hoe heet het, een... Gewoon zorgen dat ze minder accuraat aimen. Dat je gewoon een lang vuurgevecht hebt. Dat is eigenlijk het enige wat je echt hoeft te doen. En jongens... Maar is toch nu de accuracy? Nee, je hebt dit hele... De AI bestaat uit meerdere aspecten namelijk. Je hebt zeg maar ook shake en re-aim en dat soort zaken. En commanding helpt ook wel mee. Ook, dus, ook de FPS van je server met je considerations per second helpt ook mee. Ja. Doe je even arma? Nee. Wat betekent, ik heb een O links boven in mijn beeldscherm.
Ik niet. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Ik heb nog steeds mijn dagger. Ik kan gewoon die arme 2 dagger gewoon geen afscheid van nemen. Ondanks dat er een mini dagger is. Ik vind dat ding te overpowered. Hey, even wat anders. Ik ga ervan uit dat we het nu wel redden. Wil je echt helemaal teruglopen en het voor gezien houden? Of ja. Can we just call it? Helemaal teruglopen. Melsen, motherfuckers. Weet je, ik denk dat we het gehaald hebben, Whistle. Ja, maar ik wil een voldaan gevoel hebben, Sasha. Ik zal jou als laatste neerschieten, oké? Haha, oh. Funny man, I will kill you last. Ja, ik zal wel even kijken of ik de oude settings er nog bij kan halen. Ik kan je mijn oude template geven, die staat online op GitHub. Oké, ja, dat is ook goed, joh. Ja, ik heb al een profile, maar die heb ik de hele tijd geleden gemaakt. Maar ja, die was ik even kwijt. Ik schrok net best pleuris toen ik al die granaten weer in één keer op me kreeg. Ja. Maar ik vond het op zich wel echt... Wat wel kicken, hoor. Maar ik vind het... Mij maakt het ook niet uit, weet je wel, als je de missie objectives niet haalt, als je maar goede tijd hebt. Ja, ja. Ja, dat had ik wel. Ik vond het echt leuk. Konijntje. Wil je dit neerschieten? User joined your channel. Can't we just call it? Even kijken, waar zijn we? Oh, nog steeds op schema. In plaats van dat je jezelf even voertuig zuust, dan we er naartoe kunnen rijden. Hacker. Hoezo, het is zuust, het is meegeleverde tooling. Niet op het een en ander, maar... Oh, Nightmare gaat nu pas disco. Ja, die verschenkt een spectator in zitten, ik weet niet... Zit er een spectator in, ik wel? Ja, er zit een spectator in, waarschijnlijk Bird of zo. Je kan ook de standaard Ace Spectator gebruiken, die is veel beter. Welke? De Ace Spectator. Ja, ik moet het allemaal nog uitvinden, joh. Of je gebruikt mijn template. Dit was eigenlijk een missie die ik al heel lang heb. Dus het is ook niet echt, nou ja, goed. Boeien, ik vond het leuk. Ik heb deze toen Armin net 3 maanden uit was of zo gemaakt. Hmm. Steeds een beetje geüpgrade, maar bepaalde dingen gewoon. Ik vond wel cool de Arsenal wat erin zat, dat je je eigen shit kan pakken wat je wil. Oh jammer, dan hebben we mijn sabotage scriptje niet kunnen uitproberen. Maar die template van jou, Sasha, is die recent? Sorry, is die? Is die recent? We zijn sinds een paar weken zijn we overgegaan op het F3 template. Maar de simpele template die we voorheen gebruiken, die kan je gewoon van GitHub afhalen. Misschien dat je wat ACE modules moet vervangen ten opzichte van repair, maar... Ja, we gebruiken nu gewoon de F3 template, zodat je gewoon begint met je volledige loadout. Gewoon gebalanced en well, en dan... Kan je gewoon direct een missie starten. Afhankelijk... De ene moment is het 14, de andere moment is het 18, soms 12. Het gaat... Welke dag speel je in? Altijd vrijdag, 8 uur. Ah, dan ben ik verzekerd. Heb ik repetitie. Weet het, wat we wel doen is op de dinsdagen gewoon off-night scenario's. Die worden ook gewoon handcrafted op dat moment. Wat was er eens gewoon of wat? Nee. Met de missie-editor. Oh. Hoe heet het? Dankzij enkele leden binnen... En binnen TDNL en Lotec hebben de meeste oud-TDNL'ers niet een goede ervaring met Zeus, dus... Geen goede? Nee. Nou, ik wel. Ja, wij deden dat bij 16A, weet je wel. Dat is wel lachen. Maar dan deden ze... Er waren er 5 man of zo. Ja. En die deed... Daar waren gewoon enemies, zeg maar. En die gingen dan... In zo'n enemy, in zo'n AI zitten. Mm-hmm. En dan deden ze zeg maar. Dan kon je ermee praten en onderhandelen. En er zat een hele verhaallijn in de missie en zo. Dat was echt gaaf. En ook, toen moest je ook echt. Ja, maar 16 AI heeft 2 pelotons, die kunnen 5 man missen. Ja, klopt. En nou, al... was grappig als ze dan in Afghanistan zaten, weet je wel. En we waren toen met 8 Nederlanders of zo, waren er 5 Nederlanders. Die waren enemies. En die andere 3, dat waren tolken. Dus dan praten wij gewoon in het Nederlands, zeg maar.
Zeker Rozo erbij of niet? Huh? Zeker Rozo erbij of niet? Rozo, wie de fuck is Rozo? Zo'n 16 A, wie de fuck hier staat daar? Dat is Whistle. Whistle, ben je klaar met MCC of? Ik heb MCC niet aanstaan. Jij bedoelt Lipton. Lipton inderdaad, ja. Ja, bij ons heeft hij Lipton. Ja, die speelt... Lipton is boos weggegaan en daarna hebben we die campaign uit te kijken. Ja, Lipton is nu blij bij VCB, ja. Ken jij de Epic Fail? Ik ken de term Epic Fail, maar het heeft iets wat van intrinsieke waarde verloren door overgebruik. Hoezo? Die ga ik zo meteen gebruiken. Ik moest even weten hoe die ook weer heette. Maar VCB bestaat dan nog, ja? VCB, dat gaat hartstikke goed, jongen. Ja? Ja. Ik heb ook laatst iets gezien van zo'n para iets. Oh, het zou waarschijnlijk 3 para zijn, waarschijnlijk. Ja, anders heb je nog S-Squadron. Dat die doen die SAS na. Daar zit de Tom nu bij. Anders heb je 3 commando. Zoiets als... Die heel slecht, heb ik gehoord. Ja, die is op een gegeven moment opgesplitst. Dan werd het 5 Rivals. God, dat had je nog meer. Dat had je ook nog waar Wesley bij zat. Dat was... Wesley heeft ook een tijd bij 16A gezet. Ja, bij 16A, maar daarna is hij bij First Irish gegaan op een gegeven moment. Dat was echt een pauperroep, jongen. Daar wij wel eens... Nee, trouwens helemaal niet. Daar hebben wij trouwens met 16A core mee gedaan. Training en zo. Die waren best wel goed. Goed geregeld. Leuke uniformpjes. Ja. Ja, S-Squadron, dat was echt, hoe heet het? S-Squadron, dat... Die spelen in mijn Counter-Strike toen ik daar keer de Teamspeak ben geweest. Nee, maar ja, die spelen dus nu, voordat je moet joinen, heb je eerst 3 trainingen. Die moet runnen waar gewoon iedereen bij is. Daarna doe je gewoon elke week een training en misschien een sessie erachteraan. Jezus, jongens. Nog niet eens een missie eigenlijk, gewoon alleen trainen. Hoor. Ja, ze de laatste tijd doen ze wel missies. Afgemat en wel. Ik weet niet waar het over gaat. Boeja! Drop die AT gewoon, joh. Boeie. Overheid heeft toch geld zat. Oh, een konijntje voor ons. Waha. Kan je uitzetten. Scheelt weer 2 FPS. Ik run hem toch op 60 nou, dus boeie. Ja, ik heb hem op 33, maar ik heb alles op ultra staan en zo. Maar ik heb gewoon high en dan 60 FPS. Ja, maar ik heb nog mijn browser, mijn PDF lezen. Ik ben een map aan het maken, dus ik heb allemaal tooling nog openstaan namelijk. Ben je een andere map aan het maken? Ja, ik ben er gewoon even aan het experimenteren, kijken hoe het moet. Chill. Maar ik zat ook te kijken naar 11 LMB, die lijkt me ook best een leuke groep. 11 AMB is best wel een oké groep hoor. Is dat AMB nou? Nee, je had... 11 LMB had je in de Arme 2 tijdperk. Oh ja, daar heb ik toen ook bij gezeten. Oh, dat was echt zo lame. Nee, dat was wel leuk. Maar dat was voordat Doet hij alles ging verneuken. Los daarvan. Dus op een gegeven moment had je Dutch Tactical Strike Team. Die is toen samen met Toetie hebben ze een 11 AMB opgericht. Los daarvan heeft Bob toen, een andere gast, ook een andere 11 AMB opgericht. Die wel alles overleefd hebben. Die gasten spelen af en toe met 22 man. Ja, dat zou ik net te denken. Want... Als je een heleboel grasmatjes wil, dan moet je daar gewoon bij zitten. Mission failed. Wij hebben het gehaald. Hebben jullie het gelukt? Is het gelukt jullie? Yep. Is het jullie gelukt? Zo, worden. Wij hebben het overleefd. We hebben het overleefd, daar gaat het om. Oh, wauw.